Voormalig burgemeester Wilma Verver van Schiedam kwam begin dit jaar in opspraak. Ze zou een conflict hebben gehad met het aannemersbedrijf Van den Tempel. De onderneming zou daardoor minder opdracht van de gemeente hebben gekregen. Een eerste onderzoek door de wethouders in Schiedam leverde geen belastende resultaten op tegen Verver. Maar de lokale partijen namen daar geen genoegen mee en eisten een omvangrijker onderzoek naar het mogelijke machtsmisbruik. Verver zou ook namens de gemeente een taxibedrijf uit Den Haag hebben ingeschakeld, waar haar zoon de dienst uitmaakt. Half juni maakte Verver na een gesprek met commissaris van de koningin Jan Fransen bekend op te stappen. Ze zei daartoe gedwongen te zijn door de aanhoudende negatieve publiciteit, bedreigingen en intimidatie. De bedreigingen gingen zo ver dat haar huis beveiligd moest worden. Onderzoeksbureau Bing werd ingeschakeld om een onafhankelijk rapport over de kwestie uit te brengen. Verver probeerde de publicatie nog uit te stellen via een kort geding, maar slaagde daar niet in.